NEC speelt een uitwedstrijd deze week. De vorige wedstrijd thuis tegen Heracles Almelo werd het 3-1 met eigenlijk heel erg goed voetbal. Is de druk er nu een beetje af voor de trainer? Ik moet even nadenken. Ik zit van de eerste wedstrijd een beetje in druk. Natuurlijk kun je ook zeggen, als we heel vaak gewonnen hebben, ben je niet zoveel druk. Maar als je dan heel vaak wint, dan heb je weer een andere doelstelling. De doelstelling is dezelfde met handhaving. En ik vind ook druk in topvoetbal moet ook zo. En de spelers hebben dat nu ook. We kunnen niet zeggen dat we tegen Heracles gewonnen hebben, alles is goed. En nu hebben we ADO misschien nog belangrijker als Almelo. De komende wedstrijd uit tegen ADO Den Haag verwacht de trainer een andere ploeg nu er een trainerswissel is geweest? Ja, we hebben geanalyseerd Petrovic en Groenendijk. Ja, is een beetje anders. Maar hij gaat ook op counteren, hij gaat omschakelen offensief. Hij heeft power in het team, hebben ze heel fysiek sterke jongens. Ook achter hebben ze heel veel fysiek met Meister, met Tribu, met Beugelsteek. Dat zijn alles fysiek sterke jongens. Daar gaan ze een beetje erop. Ik heb ze nu 2 keer gezien, 1 keer live. Ja, het is een interessante team. Spelen thuis. Natuurlijk moeten we niet bang zijn als we zo spelen wie tegen Heracles. Maar dat is ja interessant of we nu ook de 2e keer achter elkaar zo een goede wedstrijd spelen kunnen. Die jongens zijn echt scherp bij ons. Ze zijn heel geconcentreerd, trainen echt fantastisch goed. En dat moeten we, deze trainingsidee moeten we nu meenemen naar Den Haag. Omdat we natuurlijk ook weten, als we winnen dan. Arnoud Groeneveld maakte zijn debuut bij NEC. Wat vond de trainer ervan? Ik vond hem heel goed. Hij heeft het heel goed gedaan. Ook in de details en de defensieve. Waar ik natuurlijk heel veel op let. De mensen die niet altijd in het voetbalproces zijn. Die kijken natuurlijk wat hij aan de bal kan. Dat is hij goed. Met zijn trucjes, met zijn dreiging. Hij heeft 3, denk ik, grote kansen gehad. Maar hij heeft heel veel dingen ook defensief goed gedaan. Zo wie die hele team. Maar hij natuurlijk ook. Omdat dat eigenlijk niet zijn super hobby is. Maar hij heeft uitstekend gespeeld. Zijn er nog bijzonderheden? Ja, Michael Dierstam die is weer geplaceerd. Die heeft 2 dagen getraind. Die heeft weer een beetje problemen aan de knieën. Dan weten we niet zo precies. Dan moeten we kijken waarom en hoezo. Maar alle anderen zijn fit. Dat 5-3-2, is dat zo goed bevallen dat dat wellicht ook tegen ADO gebruikt kan worden? Ja, ik zeg daar ja niet 5-3-2 over het systeem. Ik zeg ja meer eigenlijk 3-5-2, omdat we echt met 3 plus 2 spelen. Maar we kunnen ook, en je bent altijd nooit met 5 mannen eigenlijk, omdat er altijd de bek gaat altijd naar boven. Dan sta je eigenlijk in een organisatie met 4. Maar goed, je kan daarover discussiëren. Dat is een systeem wat interessant is, maar misschien spelen we morgen ook weer met 4 mannen. En helemaal 4-2-3-1, kan ook gebeuren. ADO Den Haag tegen NEC zaterdagavond om 6:30 in het Kyocera Stadion in Den Haag. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.